Bij een verkeersongeval te Paramaribo Noord gisteren raakten enkele schoolkinderen gewond. Op de kruising van de Topaastraat en de Koperstraat vond een aanrijding plaats tussen een schoolbus en een ander voertuig. Tijdens een inhaalmanoeuvre kwam de schoolbus tegen de andere auto aan, waardoor het busje waarin de schoolkinderen zaten twee keer over de kop ging. Een van de kinderen werd uit de bus geslingerd en raakte gewond. Twee andere kinderen liepen ook letsel op. Het rijbewijs van de schoolbuschauffeur is ingevorderd.